Pytanie, wielkie co to kłę. Dlatego mo. Gdzie ci wygana ona przykłuje, gdzie ci net aankwam eigenlijk, kreeg een telefoontje binnen dat er dus wat aan de hand zou zijn. Links zie je de opslagplaats in de fik staat en er is wat vuurwerk overheen gegaan over die schutting die je zojuist zag. En er is dus achter die blokhuizen is dus ook wat in de fik gestaan. En dat zie je dus nu. Dus, dat was om even voor 4 uur vanmiddag? Ja, dat was net gebeurd. Je ziet het was heel druk in de stad, allemaal mensen die daar naartoe kwamen natuurlijk. En nu worden de mensen gesommeerd om daar weg te gaan. En we staan nu dus in de straat. Je kan dus die vuurwerkfabriek aanhuizen. Nou, dit is dan zeg maar de eerste ontploffing. Je hoort wat vuurwerk ontploffen nu. Nog niks aan de hand. Mensen gaan nu toch wel een beetje weg. En mensen staan nog steeds in de straat, hè? Nu begint het een beetje op gang te komen. We moeten weg. En worden nu allemaal naar het kruispunt gebracht bij de straat. Dat is zo'n 10, 20 meter van de fabriek. En er wordt nu een lijntje aangebracht. En dit is zeg maar die straat net daarachter. Nog niks aan de hand. Wat vuurwerk wat ontploft. Veel mensen komen natuurlijk kijken. Het wit-rode lint zie je daar al hangen. En als het goed is hoor je nu zo direct al wat fluitende tonen van vuurwerk.
Ja, het ging vrij snel. Jullie stonden daar, moesten ineens verdwijnen. Ja, moesten het begint nu door. Al wat donker te worden. Nog even aan de zijkant gestaan. En op een gegeven moment, nou, je weet niet wat je gebeurt. Dus dan komen er zo direct twee knallen. En kijken hoeveel mensen daar staan. Daarachter zie je de grolsfabriek. En nou gaat het op gang komen. Weg. Ik sta nu dus nu voor het huis aan de overkant van de straat. De huizen zijn nu nog allemaal in orde, niks aan de hand. Dat was de eerste ontploffing. Aan de overkant zie je dus ook een huis, alle ramen zijn eruit. Nou, zometeen komt de fatale klap. Kijk, hier zie je dus het raam waar ik net voor stond. Voor de winkelbuiten ook niet gaan. Nu staat alles nog overeind. Er zijn wat dakpannen vanaf, maar de huizen staan nog. U ziet de beelden nu vertraagd en heel duidelijk is te zien wat de werkelijke krachten van de laatste explosie was. De daken worden letterlijk van de huizen geblazen. Is there any weapons in the car? Ready? No, ma'am, there's nothing on. There's no weapons in the car? Okay. Everybody out in the car, come on. What's going on? Ma'am, what's going on? I'll tell you in a second. Take a seat. I'm so confused. Can I get a seat? I will get your cell phone for you. Take a seat. I got your right shoulder. I see a car seat. Clear. Okay, let's get the bed. Yeah, you drop it, I'll hold it, I'll come across. Clear. Dispatch Lipton 348, vehicle's clear, you can use the channel. Time to pull over. I got a holster right here in the passenger seat. Okay. It took her a very long time to pull over. It took her a very long time to pull over. I'm going. Did you see her toss anything? I she could have because it took her a long time to pull over. I'm gonna put my rifle away and I'll come back in here. Alright. She could have because when I was behind her, she was driving slow enough. Yeah. So she could have tossed something, but I literally tossed it out the window?
could have out that window, but who is that? Hart? No, that's Tom Chen. Move your car! Stay back! The 346 patrol car was just hit by a train. Dispatch, Central 346, get us medical emergent. The suspect was in the vehicle that was hit by the train. Watch the fence.